Vandaag was het weer mantelzorgdag. Een paar keer per week ga ik voor een paar uur per dag naar mevrouw B. Mevrouw B is inmiddels 90 en woont alleen, maar kan niet alles meer helemaal zelf. En daar ben ik dan voor. Maar vooral ben ik er voor de gezelligheid. Want eenzaamheid en mevrouw B, dat is geen combinatie. Ik had een briljante gedachte vanmorgen, want dat was natuurlijk pleurisweer. Ik denk, ik ga lopen, want als je op de fiets zit, dan word je gewoon echt als een natte krant afgeleverd. En ik dacht, als ik de paraplu boven mijn hersens had, dan blijf ik een beetje droog. Dat was helemaal verkeerd ingeschat, want er stonden van die vervelende rukwinden en die slaan dan die regen alsnog zo onder de paraplu door, zodat je alsnog optimaal kunt genieten van de weersomstandigheden. Dus ik kwam er een beetje als een soort verzopen hond, kwam ik daar aan. Nou, en mevrouw B was een en al medeleven. Peet, wat zie je eruit? Wat ben je helemaal? Kom gauw binnen, joh. Dan kan je lekker een kop koffie voor me maken. Dat zei ze echt, ik zweer het je. Geweldig. Nou, dat hebben we natuurlijk gedaan. En ze maakte zich nog zorgen, want ze zag dat mijn broek helemaal nat was. Peet, die broek is helemaal nat. Doe hem uit, joh. Ik zei, ja, dat zou je wel willen, zeker. Hè? En dan moest ze vreselijk lachen. Ja, want lachen, dat is toch wel het voornaamste wat ze doet. En dat, daar heb je er nog een voor nodig. En ja, daar ben ik dan ook voor. Ja, verder is het heel prettig om daar te zijn. Want ik zal even de achtereenvolgende eigenschappen opnoemen die mevrouw B. mij toedicht. Ik kan fantastisch koken, wat wetenschappelijk gezien een volstrekt onhoudbare stelling is. Niettemin houdt zij die stelling. Ik ben sowieso ontzettend knap. Ik ben heel slank. En ik kleed me fantastisch. En dat zegt ze dan, dat was niet dit, hè, want dit gaat nog wel. Maar dan heb ik dus iets aan wat ik 20 jaar geleden bij H&M gekocht heb. Maar ik kleed me fantastisch. Ik ben sowieso heel knap, dat je het even weet. En ik heb prachtige ogen. En als mijn vriendin dat niet vaak genoeg tegen me zegt, dan zal mevrouw B. wel eens eventjes opbellen. Zo gaat dat dus. Als ik verhaaltjes over het mantelzorgen bij mevrouw B. of mevrouw J. Op Instagram of Facebook plaats, krijg ik ontzettend lieve reacties van jullie over hoe geweldig ik ben en hoe lief ik ben. Maar dat is niet helemaal waar, jongens. Ik ga er gewoon heen voor een enorme ego-boost.